Christine, je zou eens bij Anna moeten gaan, want ze weent altijd. Anna is een 86-jarige dame die reeds een aantal jaren verblijft in het woonzorgcentrum waar ik werkzaam ben als pastor. Wanneer ik na die korte telefonische oproep bij haar binnenstap, zie ik geen tranen. Toch niet, maar na mijn vraag hoe gaat het vandaag, stromen ze over haar wangen. Daarop neemt ze snel haar zakdoek en bedekt haar ogen. Het is echt geen schoon zicht. Mijn ogen worden daar zo rood van. Waarop ik spontaan antwoord, dat valt wel mee. Het is jouw gezicht, zoals jij je nu voelt. Maar wat maakt je zo verdrietig? Anna vertelt over een televisieprogramma waar ze de vorige avond naar keek. Een van de acteurs deed haar denken aan haar overleden man. Maar Anna trekt zelf het verhaal vliegensvlug weer naar de buitenkant, haar buitenkant. Ik weet hoe moeilijk het voor haar is dat ouder worden doorschemert op haar gezicht. Maar moet het hier niet gaan over wat er onder schuilgaat? We springen in het gesprek heen en weer tussen binnen en buitenkant. Tussen een traan van verdriet en een van ontroering. Tussen kwetsbaarheid en sterkte. Tussen groeistuipen en krachtbronnen. Tussen wegduwen en geraakt kunnen worden. Uiteindelijk vertelt ze me dat komend weekend het jaarlijkse familiefeest met kinderen en kleinkinderen gepland staat. Ze maakt zich zorgen. Ik ga niet graag, want zo'n wenende oude grootmoeder wil ze er toch niet bij? Op een feest moet toch alles vrolijk, jong en mooi zijn? Enkele dagen later komt Anna naar de gebedsdienst waarin ik voorga. Ik spreek over onze meest stappende, nabijblijvende God. Af en toe moet ik zoeken naar de juiste woorden. Sluit ik aan bij wat leeft onder de bewoners? Als ik opkijk, Zie ik Anna, een glinsterende traan in haar ooghoek. Als zij ziet dat ik kijk, haalt ze verontschuldigend haar schouders op. Heel snel flitst een flart van een gesprek door mijn hoofd. Jij weet waarmee wij bezig zijn, en dan vind je er ook nog de woorden voor in een viering. Ik hou heel graag het boekje bij. Om later nog eens te lezen. Ik moet glimlachen uit dankbaarheid, want ik mag de niet volgroeide voorganger zijn in deze geloofsgemeenschap, waar we elkaar kennen, elkaar mogen raken en mogen groeien. Wanneer ik na het familiefeest vraag of alles goed verlopen is, antwoordt Anna onmiddellijk: Ik heb moeten huilen natuurlijk. Ik kon het niet laten en vroeg en vonden je kinderen dat erg? Zij vonden het niet erg. Ze kennen me zo. Maar ik vond dat ik er niet uitzag. Toen je weende in de viering vond ik dat anders heel schoon.